Vandaag wandel ik van Šipka naar Sarajevo. En dat is een nieuwe wandeling op de Aalsterse rechteroever. We staan hier aan de Dender. Zoals dat je merkt, een buurt in volle ontwikkeling. Achter mij is de oude mouterij van de Wolf Kozijns gelegen. Nu, zoveel jaren later, is dat omgebouwd tot een complex met luxueuze lofts. En dat kan je nu wel merken. Robby, wat is er zo bijzonder aan Rechteroever? Wel, de Rechteroever is eigenlijk al meer dan een eeuw lang een centrum voor zorg. Bijvoorbeeld, vroeger hadden we hier het ziekenhuis met ganse terreinen rond. En dat is nu een belangrijk terrein geworden voor sociale huisvesting. Hier staan we aan het kleinste huisje van de stad Aalst. En voor de liefhebbers van de boeken van Louis Paul Boon, in De Zwarte Hand omschrijft Boon dat hier even verderop in een van de huisjes de anarchie in Aalst is ontstaan. De wandeling belicht een deeltje van de stad dat we niet zo goed kennen en onbekend is onbemind. Dus de Aalsterse Rechteroever is zeker te ontdekken. We gaan hier op Toekje even wachten. De uitdrukking, hij is om zeep, die komt van in de tijd dat handelsreizigers die ervoor zorgden dat er zeep uit Midden-Oosten overgebracht werd, die hadden al eens een kans onder de baan te sterven. Dus hij is om zeep. Het makkelijkste is dat je bij de dienst toerisme langs gaat en daar kan je een wandeling met gids reserveren. En van de wandeling zijn ook brochures gemaakt en die kan je daar ook gaan kopen.